de Promotion Support Club van FC Zutphen, Brandoil Tankstations en Hilarius Creatieve Producties, supporters van FC Zutphen Internet TV. In de kantine van FC Zutphen op Sportpark Het Meijerink vond maandagavond 4 april 2016 onder grote belangstelling een sportcafé plaats. Gerrit Bullink, bestuurslid commerciële zaken, heette namens de sponsorcommissie en de businessclub De Achterban iedereen van harte welkom. En in het bijzonder de gastsprekers van deze avond, Henk de Jong en Jan van Halst. De avond stond onder leiding van sportjournalist Eddy van der Ley. De aanwezigen konden genieten van de vele anekdotes die werden verteld en ook werd een kijkje gegeven achter de schermen van het profvoetbal. Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen aan Henk de Jong en Jan van Halst, waar uitgebreid gebruik van werd gemaakt. In de pauze stond Henk de Jong Geijer Nijland te woord om enkele vragen te beantwoorden. Henk de Jong, hartelijk welkom voor de camera van FC Zutphen Internet TV. U hebt een aantal mooie anekdotes verteld al, maar we gaan even wat terug in de tijd. U hebt ooit CIO's gedaan onder Foppe de Haan. Hebt u in die tijd veel van hem opgestoken, ook in de praktijk van het trainerschap? Ja, zeker. Maar allereerst wil ik die club van jullie complimenten geven hoe jullie die voor elkaar hebben. Dit vind ik echt geweldig. En ik ben echt een amateurman ook. Ik zit er wel in het profvoetbal, maar ik hou hier ook van. Dit ziet er echt heel goed uit, dus een compliment. Ja, Foppe de Haan was mijn leraar vroeger. Hans Westerhof, later trainer Groningen PSV, was mijn leraar. Tjaart Kloosterboer, schaatstrainer. Henk Gemser, top van de wereld. Ga zo maar door. Dat waren allemaal leraren in die tijd op CIO's, jonge kerels. Ja, en die maakten ons eigenlijk helemaal gek met het virus van sport, van voetbal. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen die van Foppe. Fanatiek spelen, fanatiek sporten. Ja, en verder ook geleerd van hem op voetbalgebied natuurlijk. Hoe maak je trainingen, hoe bereid je dat voor. Maar ook het fanatisme erin. Er moet iets in zitten waar je beter van wordt. Ja, echt unieke school om mee te maken. Ja, hartstikke leuk. En bedankt voor het compliment voor onze club uiteraard. Dat doet ons erg goed. He, dus, maar u was ook in 2009 heel lang ben u trainer geweest met amateurvoetbal. Maar toen was u trainer van het jaar in het amateurvoetbal. Hoe werd dat eigenlijk bepaald en hoe kwam dat zo tot stand? Ja, dan word je, ik was trainer van Harkemaanse Boys. En dan hebben we echt van een degradatieclub eerste klasse geworden. Hebben we samen met de hele club omhoog gebracht tot de topklasse. Ja, en dan word je naar voren geschoven door je district met een aantal mensen. En dan word je gekozen landelijk op de landelijke voetbaldag. En dan dat was best een verrassing dat ik de Rinus Michels Award kreeg. Ja, daar ben ik heel trots op. Een heel groot ding. Staat bij mijn ouders. Maar ik ben er echt heel trots op. Ja, is ook een geweldige prestatie. Hè? Want u bent ook jaren trainer geweest bij Drachtster Boys. Hè? Dus echt in Friesland. Ook wel eens tegen Bekwik gespeeld, hè? Begreep ik. Dus, Ja, ik heb wel tegen Bekwik. Niet tegen Zutphen, wel tegen andere clubs uit de competitie. Bekwik, wat zit er nog meer? Berkum. Dat soort clubs hebben we tegen gespeeld. Maar Zutphen eigenlijk nooit. Het is een eind bij ons weg. Hè? Ik vind het amateurvoetbal, dat spreekt mij ook aan. Hè? Vooral ook de belevingen omheen. Het is niet alleen maar voetbal, maar er zijn ook eens andere dingen. En na een wedstrijd is het ook gezelligheid in die bussen. Daar hou ik ook van. Maakt ook altijd wel even van die dvd'tjes met van die zangers erop en een biertje in de bus. En, ja, dat hoort ook bij amateursport. Ja, dat is inderdaad geweldig en de sfeer is ook fantastisch. Ook hier bij Zutphen, maar ook bij andere clubs hè, wat we meemaken. Nu hebt u anderhalve maand geleden heel moedig besluit genomen door te stoppen bij Cambuur. Heeft dat ook te maken dat u zichzelf goed kunt wegcijferen? Ook heeft het te maken met de cultuur die uit het amateurvoetbal komt? Nou, ik vond op dat moment dat ik mezelf moest wegcijferen. Wel bij een van de mooiste clubs van Nederland. Hè. Het is zo'n fanatieke club met de achterban waar ik mee kan lezen en schrijven. En we hadden soms wedstrijden, als we tegen Heerenveen speelden, een voorbeeldje te geven. Dan trainen wij voor 6.000 mensen. De laatste training, 6.000 mensen. Niet normaal, gebeurt nergens in de wereld. Dus het leeft zo. Alleen ik heb op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik denk, nee, bam, nou ben ik weg. En nou moet een andere doen. Misschien kunnen we de zaak omdraaien en... tot nu toe is dat niet het geval, maar ik hoop wel dat het gaat lukken na de laatste wedstrijd. Nou, de laatste wedstrijd tegen de Graafschap scheelde niet veel, hè, wat dat betreft. Zonde voor jullie goed hier in de buurt, want jullie zijn de Graafschap mensen. Maar voor mijn keeper zeg ik al, voor onze keeper, Harm Seinze, heel sneu. Een loyale jongen die altijd gas geeft, altijd traint en die maakt dan 2 bloepers. Dat is echt zonde van, want Cambuur was voor mij, hè, als ik er heel kijk, was de betere ploeg en die had de overwinning wel verdiend. Misschien een laatste vraag. U bent heel betrokken bij Cambuur, maar ik begreep dat u niet meer meegaat naar wedstrijden toe. Hè, om de nieuwe trainer niet voor de voeten te lopen. Is dat de oorzaak?
Ja, nee, ik vind dat als je stopt, dan moet je ook even wegblijven. En in de toekomst zal ik wel weer komen. Ik kan zo goed met de mensen bij de club, met de spelers, maar ook met de supporters. En dan ga ik met de nieuwe trainer, Marcel Keizer, waar ik goed, heel goed mee op kan schieten. Die ga ik voor de voeten lopen. Dat moet je niet willen. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet ermee. En dan ga ik thuis kijken, alleen heb ik wel een rode kop. Het is wel heel spannend, moet ik zeggen.